De start van de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek is volgens DNA-voorzitter Marinus B. een historisch moment. De wijziging van dit wetboek is een ingrijpende ordening van de samenleving. B. sprak gisteren in de Nationale Assemblée bij de start van de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek. Suriname moet niet achterlopen op de veranderingen in de wereld, meent B. En ze komen op onze pad af, ja. We praten met advocaten, we praten met rechters en het is hoog tijd dat we het werk oppakken als Nationale Assemblée. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin noemde dit begin ook een historisch moment, omdat het burgerlijk wetboek niet een eenvoudig wetsproduct is. Het burgerlijk wetboek is veelomvattend en regardeert de hele samenleving. NDP-parlementariër Rabinder Pamisar zei dat tal van aspecten die behandeld moeten worden reeds lang aangepakt hadden moeten worden. Er moet voldoende tijd uitgetrokken worden voor de behandeling van deze wetswijziging, zegt Pamisar. Maar niet alleen het inhoudelijke, dat het die samenleving totaal helemaal in hun gezinnen, in hun geslacht, regraderen, noem maar op, alles, voorzitter, in die samenleving. Maar ook dat het veel en bijzonder veel werk is dat hiervoor verzet is geworden. Er is een breed scala, eigenlijk in alle aspecten van de samenleving. Geslachtsnaam, man-vrouw verhouding en noem allerlei zaken. Erfrecht, alles komt hier tot uiting. En wij zullen... En hier komt het, voorzitter, ik vraag uw leiderschap, dat we echt tot een debat komen. Het zijn grote vraagstukken, aspecten die tot uiting gaan komen. Ik vraag uw leiderschap en dat we met de regering, ja, wat dit betreft, een debat moeten hebben, voorzitter. De DNA-voorzitter deed op elke parlementariër een beroep om zich constructief op te stellen, zodat de debatten op niveau gebracht kunnen worden.